Je hebt een oudere woning die je wilt renoveren. Bereid je dan goed voor. Maak op voorhand een lijst met prioriteiten zoals verwarming en energieverbruik. Maak toekomstgerichte keuzes zoals de keuze voor een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Drie vierde van de energie van een warmtepomp is gratis en komt uit de natuur. Je stoot lokaal geen CO2 uit en je hebt zelfs geen schoorsteen meer nodig. Bovendien kan je met een warmtepomp ook koelen tijdens de zomer. Waar moet je nog op letten? We vragen het aan de expert. Met een warmtepomp kies je voor hernieuwbare energie. Je woning is meteen ook voorbereid op de toekomst. Future proof dus. Je haalt het meeste rendement uit zo'n warmtepomp door je woning goed te isoleren en vloerverwarming te installeren. Die functioneert ook perfect bij lage buitentemperaturen. Ja, waar plaats je zo'n warmtepomp? De meeste warmtepompen worden in de tuin geïnstalleerd. Die van ons zijn fluisterstil, want. Hoe minder geluid ze maken, hoe beter. Viesman-warmtepompen zijn bovendien, al zeg ik het zelf, erg mooi gedesignd. En welk model raad je aan? Zonder enige twijfel een warmtepomp die smart grid ready is. Dat betekent dat hij slim gebruik maakt van de elektriciteitsproductie van je zonnepanelen en het elektriciteitsnet. Hij optimaliseert zelf je energieverbruik. En je krijgt een lage energiefactuur. Met de app kan je de warmtepomp ook slim bedienen. Met de nieuwste modellen kan je elke kamer apart instellen. Welke verwarm je, welke niet. Zo bespaar je energie. De allerbeste warmtepompen kunnen gevolgd worden door je servicepartner. Is er een probleem, dan meldt zo'n warmtepomp dat zelf. Rechtstreeks. Je servicepartner kan van op afstand een diagnose stellen en in sommige gevallen ook van op afstand de oplossing bieden. En zonnepanelen? Zonnepanelen worden een evidente toevoeging van elke woning in de toekomst. Ik raad ze zeker aan, al dan niet gecombineerd met een thuisbatterij. Daarmee sla je de opgewekte stroom tijdelijk op. En maximaliseer je het eigen verbruik van de gratis energie die je produceert. Je neemt minder elektriciteit van het net af en je verlaagt je energiefactuur.